gaan met links beginnen en dan is het... Je had al snel door dat het een moeilijke klas was. Ja, ja, omdat er één iemand heel duidelijk in het middelpunt van de belangstelling wilde slaan. En wie was dat? Dat was... Ja. Die wilde... Of hij wilde... Hij dulde het eigenlijk niet als de docent in het middelpunt van de belangstelling. In dit geval mij, terwijl ik mezelf als docent al op de achtergrond wilde zetten. Maar ja, je moet je op een gegeven ogenblik moet je je wel presenteren. Ja. Dus hij werd een stoorzender. Stil nou even. Maar word je hier ook niet uitgestuurd? Word je niet meer uitgedeeld, maar... En wat heb je toen gedaan? Directer. Helemaal niet meer praten of overleggen. Gewoon doen, spelen. Wat valt je dan op? Dat er... grote individuele verschillen zijn en dat zelfs basics, dus echt, dat het dus echt moeilijk leert, dat er motorisch van alles aan sport. Het gaat zo, met de linkerhand doe je, begin je op die kleine, doe je 3 keer en dan 1 keer op die grote, alleen dat dus. Bestaat er zoiets als helemaal geen gevoel voor ritme hebben? Dat noem ik motorisch gestoord zijn. Zoals een is motorisch niet helemaal in orde. Dus dat is gewoon zo. Dus zijn motoriek. Zo'n grove motoriek. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor het ritme en voor de muziek? Dat je hem op een steeds lager niveau moet laten meemusiceren, maar je kunt hem niet wegzetten. Geef niet. Ik wil jullie twee vragen of je dit goed, want dan hebben wij ontzettend veel steun aan. Dus dat is wel, eigenlijk wel belangrijk. Dat er twee mensen zijn die echt dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan ik dat aan jullie ook? Vandaar dat je zo zinvol mogelijk een taak probeert te geven. Nee. Maar Yuri, die iets Asperger-achtig had, dat zou je ook wel zien. Die zit de hele tijd in zichzelf gekeerd. Die ook niet muzikaal niet kon reageren. Maar die heb je het hoofdritme laten aangeven, toch? Ja, maar waarom? Dat is het bij simpel. En dat ging die ook nog vaak in fout. Maar als ik dan meedeed, dan wist hij dat vol te houden. En om te voorkomen dat anderen zeiden van jij moet een lullige taak doen, heb ik hem die grote trommel gegeven. Waarbij hij nog iets kon doen. Uiteindelijk had hij een zinvolle functie, zolang ik daar maar bij bleef. Er is één heel groot probleem. Als een groep hier komt en er zit op de een of andere manier heel veel weerstand, los van wat ze hier gaan doen of los van mij, ja. Dan moet je eerst die weerstand inderdaad helemaal afbreken. Dat is erg moeilijk. Ja. Wat ik wil dadelijk is dat we allemaal een klein stukje op de piano laten horen. En als je indenkt wat we net hebben gespeeld. Met die ritmes erbij op die bongo's. Wil ik dat je zelf wat probeert te improviseren op de piano. En om te beginnen is het misschien wel handiger als we beginnen met die 5 zwarten. Dan hoef je nergens op te letten. We beginnen met die 5 zwarten. Die 5 zwarten. Die klinken altijd goed, het klinkt nooit fout, dus het gaat goed. Ik denk dat je hier de tragiek ziet van het VBO-onderwijs voor een gedeelte. Ze worden hierheen geslagen en
mag ik roken meteen buiten? Weet je, al dat soort dingen, dat kom je allemaal tegen. Ja, de tragiek van het VMBO. Ja, is dat die leerlingen gestigmatiseerd eigenlijk op zo'n school rondlopen voor een groot gedeelte, maar op een verkeerde manier gestigmatiseerd, weggestopt. Heel vaak te weinig positief gewaardeerd. En ik vind, als ik daarnaar kijk, ja? Dat merkte ik aan het ene meisje, ik weet de namen niet meer. Dat blonde meisje. Blonde meisje. Ja? Die had zo'n negatief beeld over wat ze kon en wat ze niet kon. En ik denk dat ik dat als succes vind, hoor, van vanmiddag. Dat, wat zij doormaakte aan die piano, die is vanaf nul begonnen. Ook alles fout, ook eigenlijk, het zal toch wel fout zijn, want heel veel VMBO-leerlingen hebben een negatief zelfbeeld. Daar word je echt eng van hoe dat is ontstaan. Dat is droevig. Altijd slechter, altijd nooit goed. Ja. Kunnen niks, vinden ook van zichzelf dat ze niks kunnen, vinden ook van zichzelf dat ze niet knap zijn, niet mooi zijn, alles je tegen. Ja. En aan die piano maakte die een metamorfose door. En dat kan je ook wel zien, dat hij aan het eind zit die echt te zoeken. Die eerste stapjes, die eerste schreden, alsof je voor het eerst leert lopen. Ja. En in een voor haar veilige setting, het gaat nou, weet je wel. Maak een eind aan. Wat gebeurt er aan die piano dan? Ze ervaren het allemaal als zinvol. Wat is een echt instrument? Dat is tenminste wat. Ja. En ik geef ze dan ook materiaal waardoor het nooit fout kan klinken. En zo'n bongo, dat vinden ze eigenlijk niet zinvol? Ik denk dat ze die bongo zien als de apen die krijgen gewoon slaginstrumenten. En de echte mensen die gaan op de viool en op de vleugel zitten. En wij zijn de apen. 1, 2, 3, 4.